Een moestuin is geen moestuin, vind ik, zonder insecten. Ze zijn niet alleen heel goed voor de biodiversiteit, maar ze helpen ook heel veel gewassen te bestuiven. En die heb je daarom dus echt nodig. Door een insectenhotel in de tuin te hangen, kun je ze beestjes aantrekken. En ze helpen dus niet alleen, maar ze helpen ook nog eens op andere beestjes op afstand te houden. In deze video ga ik je mijn verschillende insectenhotellen laten zien in de moestuin, om jou nog een beetje te inspireren. Insecten zijn nuttig. Spinnen, slakken, hommels, bijen, echt allemaal. En daarom zou ik dus allemaal verschillende soorten insectenhotellen in de tuin zetten. Ik ga ze zo meteen allemaal even laten zien. Ik heb er heel veel zelf staan. Sommige kun je gewoon kopen in de winkel, maar nog leuker vind ik altijd om gewoon zelf een hotel te maken. Nou, in eerste instantie wil ik deze laten zien. Die is gewoon standaard te kopen in de winkel en deze biedt eigenlijk verschillende slaapgelegenheden voor verschillende beestjes. Bovenin kunnen bijvoorbeeld bijen en hommels. En onderin kunnen weer de vlinderpoppen komen. Dus zo bied je voor ieder beestje een aparte kamer aan. Nou, ik heb hier nog een houten variant hangen. Deze speciaal voor bijen. Ik zie dat die helaas nog niet bezocht wordt. Maar we zitten wel een aantal spinnen in. Dus het is nu gewoon een spinnenhuisje geworden. Ik ben een echte verzamelaar, want ik heb hier dus nog twee hangen. Deze heb ik gekregen van mijn oma. En ook hier zo zie je allerlei verschillende bamboestokjes die gevuld zijn. Dus door de metselbijen voornamelijk. En hierachter heb ik er eentje waar je ook vooral dit rode gedeelte, of het was ooit rood, speciaal voor de vlinders is. En ik heb achter ook nog eentje speciaal voor vlinders hangen. Die zal ik ook nog even laten zien. Hierachter heb ik er nog eentje hangen voor vlinders. En dit huisje kun je zelf vullen. Ik heb hem gevuld met stro, want daar houden de vlinders heel erg van. Ik zie dat de slakken er ook van houden, want hieronder hangt er eentje. Die haal ik hem meteen eventjes af. Nou, je ziet wel dat echt overal in de tuin van allerlei soorten hotellen hangen. En dat doe ik ook met name omdat ik ze natuurlijk ook overal in de tuin wil hebben. Dit zijn de kant-en-klare die je gewoon in de winkel kan kopen. En ik ga je nu even laten zien hoe je ook zelf met van allerlei afval ook een insectenhotel kan maken. Nou, ik heb hier bijvoorbeeld een voorbeeld van allerlei boomstammetjes en er zitten al gaatjes in, dus beestjes zijn er al aan begonnen. En ook onder de schors vaak, dus al heb je bijvoorbeeld een boomstam en je haalt schors ervan af en je breekt die in stukjes. Dat kan ook vaak een hele goede voedingsbron zijn, maar ook waar ze tussen kunnen schuilen. Hierachter heb ik nog een terracotta pot staan en daaronder kunnen ze natuurlijk ook een eigen huisje maken. En dan heb ik in mijn moestuin nog een aantal terracotta potjes hangen op zijn kop. Men vraagt altijd, wat zijn die leuke potjes bij jou in de moestuin? Nou, dat zijn ook insectenlokkers eigenlijk. Deze bijvoorbeeld, daar zit stro in. En daar kunnen insecten weer een plekje vinden. Met name de oorwormen. Die kunnen namelijk per nacht 50 tot 80 luizen eten. En dat is gewoon weer een soort van natuurlijke vrienden in de moestuin eigenlijk. Hier heb ik een hele verzameling met van allerlei dingen bij elkaar. Het zijn bijvoorbeeld opgestapelde boomstammen. Ook hier kunnen ze weer lekker in de schors gaan zitten en ertussen. Opgestapelde oude bakstenen. Kamen uit de verbouwing van het huis. Nou, top. Super duurzaam natuurlijk. En meteen een soort plantenbak van gemaakt. Ga ik nog iets van leuke lavendel inzetten. En daarnaast opgestapelde takjes. Gewoon na het snoeien leg je het lekker neer. En ook daar kunnen ze natuurlijk een plekje in vinden. Het hoeft niet allemaal heel netjes te zijn. Zoals je ziet staan ze op van allerlei plekken in de tuin en dat is ook zeker de bedoeling. Ik ga je nog een aantal handige tips geven voor het plaatsen van de hotellen. Tip 1, zet ze overal en nergens neer en het kan zijn in de zon en in de schaduw, maar zorg dat het in ieder geval op een beschutte plek zit. Tip 2 is dat als je ziet dat er heel veel spinnen omheen hangen, dat je die af en toe eventjes weghaalt. Want te veel spinnen is ook weer niet goed, want die vangen namelijk die prooi en dan komen er geen beestjes in een insectenhotel te zitten. Dat zou dan toch best wel jammer zijn. Tip 3. Heb je heel veel bramen en frambozen in de tuin en ga je die snoeien? Maak er dan op een gegeven moment een hoopje van. Kleine stukjes van maken we een hoopje en ook dat is heel goed nestmateriaal voor insecten. Tip 4. Is dat je het hotel eigenlijk ieder moment van het jaar kan neerzetten in de tuin. Dus het maakt niet uit wanneer. Ze hebben altijd wel een plekje nodig. En tip 5. Als je hem eenmaal hebt neergezet, je insectenhotel, laat hem dan ook vooral met rust. Laat hem staan. Geef ze lekker de rust om te nestelen. En dan zijn ze super blij in jouw tuin. Oh, en trouwens nog één laatste tip. Dus dan komen we bij tip 6 uit. Als je hem dus hebt laten staan, maak hem niet schoon. Laat het gewoon lekker gebeuren. En
Een beetje rommeltje in de tuin is alleen maar fijn voor die beestjes en dan zul je er alleen maar veel meer ontvangen. Wil je nou nog meer handige moestuintips? Kijk dan even op www.floorsmoestuin.nl of koop een van mijn boeken in je lokale boekhandel of in mijn eigen webshop. En vergeet vooral niet deze video te liken en te abonneren op dit YouTube-kanaal. Nou, ik zie je in ieder geval de volgende weer. Doei!